Breda Nu. Je weet het meteen. In veel wijken van Breda werd de avondvierdaagse weer gelopen. Wij gingen kijken bij de aankomst in de Haagse Beemde. Is het goed gegaan? Ja. Wat heb je voor moois gekregen? Chipjes, bloemen, twee bedjantjes en citroentjes. Op wie staat u te wachten? Op onze dochter en mijn moeder. En hoeveel hebben ze gelopen? 4 keer 5. Ja. Knap hoor, hè? Ja, heel knap, ja. Door de finish, je hebt het gehaald, meis. Ja. Ben je nu moe van het lopen? Ja. Ja? Hoeveel kilometer heb je gelopen? Dat weet ik niet. 20. 20? Ben je nou heel moe van alle dagen lopen? En wat heb je als cadeautje gekregen? Waar heb je voor gelopen? Wauw, die is tof. En met wie ben je aan het lopen? Durf je niks te zeggen? Nee, ik geef niet op. Was het vermoeiend? Nee. Hoeveel kilometer heb je gelopen dan? 5. Ja, 5 met elke dag. Elke dag 5, wauw. En wat heb je allemaal gekregen? Bloemen en gewoon snoep. Jij hebt je schoen erbij uitgedaan, zie ik. Zat die niet meer lekker na al die meters? Nee, er zit een sneetje meteen. En hoe komt dat dan? Door het lopen. Je bent er bijna. Ja. Nog een klein stukje lopen. Oké. Hoe vond je het? Leuk. En hoeveel kilometer heb je gelopen? Ik weet het niet. 5 kilometer. En als je nou straks thuis bent, wat ga je dan doen? TV kijken. 5. Heb jij ook de 5 gelopen? Wat knap van jou zeg. Nou, dan heb je die bloemen wel verdiend. Ja. 5. Wauw. En toen heb je... Wat knap van jou. En je hebt mooie bloemen gekregen, zie ik. Van wie heb je die gekregen? Van opa en oma. In totaal 20. Iedere dag 5. Wat goed van je, ja. Ik vond het heel leuk. In totaal 20 volgens mij. Ja. En nu genieten van al het snoep en het ijs wat jullie hebben gekregen. Ja, is heerlijk. Breda Nu. Je weet het meteen.